Geert Veldhuis, ja, voorafgaand aan de wedstrijd, de derby met Excelsior 31, kijk je naar de ambities van de beide clubs. Maar die liggen ongeveer gelijk, denk ik. Allebei willen naar de topklasse. Nou, ik weet niet hoe dat bij Excelsior is, maar de ambitie van SWZW is wel om naar de topklasse te gaan. Ja. Die ambitie die ligt er al een aantal jaren nadat de ploeg er ooit gebivakkeerd heeft. Waarom is het tot op heden nog niet gelukt? Nou, ik weet natuurlijk niet de afgelopen jaren wat dat is. Het is mijn eerste seizoen. Dit seizoen was de voorbereiding was uitstekend. De sfeer was goed. De prestaties waren goed met de eerste twee competitiewedstrijden. En daarna was het wat wisselvallig met gelijke spelen. Een keer een verliesbeurt. Vorige week weer een winst bij Harkemaanse Boys. Dus het is nog wisselvallig. Die wisselvalligheid, ja, dan is het voor een trainer altijd zoeken naar hoe krijg ik dat eruit. Ja, dat zoek je naar. En daar kun je met elkaar op trainen en over praten. De laatste weken vind ik dat we daarin in verdedigende organisatie een stuk beter hebben staan. Dus ik hoop dat vandaag ook in de wedstrijd terug te zien zal zijn. Je hebt gekozen voor dezelfde opstelling als de vorige wedstrijd. Ja. Is dat een van de manieren om het misschien te bewerkstelligen? Nou, absoluut. De vastigheid in een team, automatismes in een team, zijn uitermate belangrijk. Dus je hoopt als trainer altijd dat je met hetzelfde team wat wint en wat beter kan worden. Het kan nog veel beter. En dat je daarin stappen kunt maken richting de doelstelling en de ambitie die we hebben. Voorafgaand aan ons gesprek zei ik van oké, als je dus weer kiest voor dezelfde opstelling, dan is dit je beste team. En toen was er even twijfel. Nou, het is geen twijfel, maar jij stelt dus soms een vraag of dit jouw beste team is. Ja, natuurlijk ben je altijd naar zoekende naar je beste formatie. Ja, het aanvullende balans in je team. En voor vandaag is dit wel het beste team, ja. Want ook trainers leven in het nu? Ja, absoluut. Ja, dit is de eerstvolgende wedstrijd en die willen we graag weer winnen. Dus dat is vandaag de eerste wedstrijd tegen Excelsior thuis. Wat verwacht je vandaag? Nou, ik hoop dat het een echte derby wordt. Dat het veel spektakel is, veel kansen. Twee goed voetballende teams die willen voetballen. Die kansen kunnen creëren. En ik ben heel benieuwd of dat ook de uitkomst vandaag. Want je hebt twijfels of het een open wedstrijd zou gaan worden? Ja, dat weet je voor de tijd nog niet. De intenties zijn duidelijk. Beide teams hebben veel kwaliteit. Kunnen goed voetballen. Willen goed voetballen. Maar goed, voetbal is natuurlijk niet voorspelbaar. Dat zal toch afhankelijk zijn van de vorm van de dag, van de keuzes die spelers maken. De entourage, ik hoop dat er veel publiek komt kijken. En als dat allemaal meer zit, ja, dan hoop ik dat we aan het einde van de rit met 3 punten staan. Gezeur over kunstgras zal er niet zijn, want beide ploegen spelen op kunstgras. Ja, nee, dat is helder. Die discussie snap ik wel. Alleen voor het amateurvoetbal, ik vind het een ideale situatie. Ik kan hier 3 keer in de week kan ik hier trainen met de jongens. Ik kan voetballen en dat is voor mij het belangrijkste. En dat vind ik het mooiste wat er is. Wat is de kracht van SWZW? Het vermogen in het voetbal om het voetballend op te lossen. Maar goed, de tegenstanders die proberen ons dat ook te voorkomen. En daar moeten wij antwoorden op zoeken. De laatste weken ging dat wat wisselvallig. Vorige week ging dat heel goed. En ik hoop dat we die lijn door kunnen trekken. Wat is de zwakte van SVZW? Dat wij soms in de omschakeling niet goed staan. Waardoor de tegenstanders zeker op het moment in de omschakeling toch wel... elke ploeg in de hoofdklasse heeft gewoon kwaliteiten aanvallend. Dat ze daar ons pijn kunnen doen. Maar dat hebben we de laatste weken toch wel beter onder controle. Dan, voorspelling? 3-1. En uiteindelijk op de ranglijst aan het eind van de competitie? SWZW wordt kampioen. Dankjewel. Graag gedaan.